Oeh, wat is dit? Ah, check it out! Super Mario All-Stars! Welkom bij de walkthrough van Super Mario Bros. 3. Hoe kan ik ook weer verwijderen? Ah, kom op. Opnieuw. Oké, dat is niks. Dan gaan we hier op klikken. Super Mario Bros. 3. Oké, daar zijn we. One player game. Oké, dit is een van mijn favoriete spelletjes. Dus niet, ik heb het nog nooit uitgespeeld. En heel lang geleden, want dat is ook echt heel lang geleden, ben ik ook een walkthrough over begonnen. Die is geëindigd. Toen speelde ik met z'n tweeën. Met Benjamin. Ah, oh, nee. Niet eerlijk. Niet eerlijk, niet eerlijk. Oh. Wacht maar. Ah, ik had eigenlijk eentje nodig zodat ik die pauwveer kon pakken. Oké, daar zit de pauwveer in. De pauwveer, Oh, nee, nee. En ik ben er. En die is als goed zo one up in. Oké, oh, pak het, pak het. Oh nee. Nou. Oké, ik val. Gelukkig wel goed, want die is als goed zo'n soort val. Ja, daar is die. En die is het einde van het level, guys. Dit eerste level is wel echt het meest makkelijke level van elk. Van deze wereld ook echt. Here we go. Oké, een beetje meer gas, alsjeblieft. Ik heb eens een keertje een Super Mario Bros. 3 speedrun over gezien. Moet die echt elke level die maken. En dat vond ik heel erg knap. En dus kon ik me niet laten stikken dat hij heel goed de beste dat niet deed. Superstar, and here we go. Superstar. Dus nog een superster. En nog een superster. Knap, als ik het zelf. Oh, wat ik je nog niet verteld heb, is als je game overgaat met al je levens, dat staat ergens onderin. 5 levens heb ik nu. Als je dat allemaal kwijt bent, dan heb je alle levels totdat je gestorven hebt, dus die zijn dan weg. Speel je met z'n tweeën, zijn de levels die de ene maken die dus niet doodgegaan is, zijn die hier nog. Dan kan je gewoon zo doorgaan. Oké, dat is... Er zit niks in. Ja, ik ken het spel volledig niet. Dus ik kom een beetje aanpassen. Hey! Oh, wow. Dat is eerlijk. Ja. Oké, dag. Dag, Mario. Met af. Pak ik iets in de kast? Oké, nee, die pak ik niet. Gaan we nog een keer. Goed. Wat, ik was geraakt. En ja, hoe is het nou dat ik geraakt is? Wonderful. Oeps, dat is een poepende comba. Een poepende vliegende comba. Yes! Hey,
heb de superster. Dat betekent dat ik 5 levens heb. Allebei. Yes! Oh, dat is wel heel bijzonder, want dat gebeurt bij mij niet zo vaak. Oké, pick and box. Oké, ik kies gewoon het slechtste. Nou, ik ga niet even 4 doen. Dit is geen Patreon-naam, het is een walkthrough. Ik ga lang niet alles doen. Ah, kom op, het is mislukt. Als het nou een superster wordt, hè? Oké, dat is slecht. Oké. Ik wilde even deze, want dit kan nog eens moeilijk worden. Irritant. Kijk, dat gebeurt er dan. Oké, vliegende wafels. Vliegende wafels. Dit is hier toch een... Ja. Je hebt goed, is belangrijk. Je wel waarschijnlijk een soort van secret te zijn. Absoluut niet nodig. Netjes. Mario. Oh, wat erg is dit. Dit is echt zo erg. Oké. Opnieuw, ik word die bas al. Ren, spring. En nogmaals springen. Oké. Ik heb een mushroom. Ik ga door bij de wafels. Over, onder en. Oké, ik ga niet springen voordat het weg is. Ik kan zo ver worden. Oh, nee. Bukken. Ja, misschien lijkt het zo, maar als je niet was gebukt, dan had je een probleem. Ik wil blijven vliegen en dat kan ik zo lang volhouden dat je moe wordt. Oh, nee. Oké, mini-boss. Een soort van... Koopa. Nee. Kan ik haast een leven zoals bij jou aan jou? Oké, geluk. Oh nee, de hamer, bro. Oké, ik heb nog net tijd voor het dacht dat ik moet stoppen. Jump. Keep the coins. Keep the coins. Oh jongens. Makkelijke weg. Hier. 1. Over. 4 door. Naar beneden. Raket voor de piranje plant. Hierin en dan ben je weer. Finish. Oké, weer een superstar. Knap. Oké, dat was het weer voor deze podcast. Doei.